kijkers, we zijn vandaag bij ATV hier in het Vondelpark en we gaan vandaag Koningsdag vieren. Heel goed. Hallo, wie ben jij? Ik ben Minou Kers. Hallo, ik ben Sil en we zijn live bij AT5. Goeiedag allemaal. Hey Minou, wat de spulletjes heb je allemaal bij je? Ga je dit allemaal verkopen? Ja. En kan je een beetje laten zien? Wat kunnen we een beetje bij jou krijgen? Nou, allemaal met poppetjes en Barbie koets en My Little Pony huis. Maar moet je dat niet allemaal zelf houden, joh? Dat is hartstikke mooie spullen. Ja, ik heb me. Ik vind die andere dingen wat leuker. Je bent een beetje te oud voor Barbies. Beetje, joh. Beetje wel. Hey, maar het is hier wel een beetje druk, hè? Ja. Want we staan hier voor het hek van het Vondelpark. Het gaat zo open. Ga je zo keihard rennen naar een plekje? Zeker weten. Heb je al een beetje bedacht waar je wil staan? Ik denk een beetje in het begin midden. In het begin van het midden. Zijn dat de beste plekken? Ja, want in het begin gaan mensen dan eerst nog een beetje kijken. Oh, heel slim, heel slim. Hey, waar zijn jouw ouders? Daar. Die staan hier. Dag ouders. Wat zijn we er vroeg bij vanochtend? Ja, je moet een beetje op tijd zijn. Kijk, er zijn al 1000 mensen achter ons. 1000? Nou, je moet niet van je vader leren tellen hoor, Minou. Ja, gaan we sprinten? Ja, heel hard sprinten, ja. Waar zijn de bakjes koffie? Want ik had wel een beetje moeite met opstaan. Jullie niet? Ja, maar heel vroeg hebben we al kopjes koffie genomen, ja. Oh, die zitten er al heel veel in. En later de loempia's, hè? Later de loempia's. Oh, klassieker. Ja, klassieker. Die moet erin gaan vandaag, hè? Okay. Heel veel plezier, dank dacht je ik. Hey dames. Hallo. Hoe gaat het ermee? Goed, ja. Ja, gaat lekker. Jullie staan ook al zo vroeg. Waarom? Omdat we natuurlijk de beste plek willen. Ja, en wat is dan de beste plek? Een beetje aan het begin bij het veldje daar, links ongeveer. Waarom is dat zo'n goed plekje? Nou, daar komen heel veel mensen. Ja? Staan jullie al vaak? Het is de tweede keer voor mij. Vorig jaar was ik er ook. Ja, hoeveel heb je toen verdiend? Weet je dat nog? €150. Zo! Anderhalve mei, hè? Dat is best wel veel. Ja, vind ik ook. Nou, gaan we dat vandaag weer halen? Ja, we gaan toppen nog. Ja, toppen? Gaan we voor de 200? Ja, zeker. Ja. Hebben jullie wel een beetje gedacht, want ik zie wel dikke jassies aan. Ja. Want het wordt wel pleuris weer, hoor. Ja, heel erg. Ik weet het niet. Ja. Ik heb mijn paraplu ook bij me, maar ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in met die regen. Jullie wel? Jawel, tuurlijk. Ja, gaat het dan wel goed komen met het verkopen ook? Goed, ja. Hallo, mag ik jullie wat vragen? Nou, volgens mij niet. Het is ook heel eng hoor, zo'n jongen met zo'n microfoon. Moeders, hoe gaat het? Goed hoor. Ja, hebben we er zin in? Heel veel. Heb jij er ook heel veel zin in? Ja. Oh, en wat ga je doen vandaag? Weet je dat? Oh, nou, dat vind ik ook zielig. Gaan we gewoon weg. Veel plezier. Dankjewel. Is ook eng. Wat heeft u een mooie hoed op? Dankjewel. Wat leuk. Ja. Kan ik die kopen? Nee. Ah, nou, dan gaan we door. Dan wil ik niet meer praten. Dan gaan we door. Hallo allemaal. Hoe gaat het hier? We zijn live op AT5. Wat hebben jullie mooie hoedjes op? We're English. Oh, you're English. You have nice hats. Thank you. You know what day this is? King's Day. Yeah. You're gonna sell stuff? Yes. Why? To get money. To celebrate. To get rid of our stuff from home. Oh, very smart. Why are you here so early? Because we need to get our spots. Yeah. You know what the perfect spot is? Somewhere by the entrance or like somewhere. Yeah. You're gonna run for the best spot? Yes. Okay, well, good luck. Hey, is goed? Wat ga jij verkopen vandaag? Nee, ik ga niet verkopen, maar zingen. Ga je zingen? Ja. Kan je heel goed zingen? Ja. Wat ga je zingen dan? Andere Hazes. Kan je een stukje voor ons doen? Ja. Zullen we het samen doen? Ja. Oké, welk nummer is je favoriete nummer van Hazes? Leef. Leef? Ja. Oké. Oh, het gaat open. Gaan we nog heel snel zingen. In 3, 2, 1. Leef. Alsof het je laatste dag is. Leef. Alsof de morgen niet bestaat. Leef. Alsof het nooit echt af is. Leef. Pak alles wat je kan. Kijk, dat is toch hartstikke goed? Kijk eens even. Even applaus mensen. De jongen die al die hartstikke goed is zingen. Jullie klappen niet eens. Hé hey, jongen, kijk. Heb je eerste muntje alweer verdiend? Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, veel plezier vandaag. Want ondertussen gaat het hek open. Ja, Erik, je bent weer net te klein, hè? Je kan het weer net zien. Ik kan net weer niet dat kettingje zien. Heb je weer niet aan opletten, die cameraman van ons? Jongen, jongen. Kijk, ze mensen drommen rond het hek. Kijk, als we nou een beetje aan die zijkant gaan staan, kunnen we het misschien zien als die mooie meneer van de beveiliging. Oh, sorry hoor. Camera incoming. Personeel. Want daar gaan ze open. Allemaal hard rennen, hè? Ja, hard rennen. Hard rennen, mevrouw, u ook? Ja, tuurlijk. Gaan we heen rennen? Ja. Heel goed. Ga dan, je moet gaan. Je moet gaan. Rennen. Daar gaan ze.
Volgens mij zijn we officieel begonnen, Koningsdag 2019. Er is geen klassieker beeld dan dit volgens mij. Ja, daar gaan we! Wat? Rennen meneer, rennen! Daar gaan we, daar gaan we! Fietsen, snel, snel, fietsen! Succes! Ja, wat een gedoe, hè, meneer? Ja, dag mensen, u kijkt live op AT5 hier naar Koningsdag 2019. Is er een mooier beeld dan dit? Dit is toch Nederland en Amsterdam op zijn top, hè? Vondelpark, kleedjes worden al hier alweer uitgesteld. Ja, die meneer, die herken ik nog van vorig jaar, die stond toen op hetzelfde plekje. Ja, er is niks mooiers dan Koningsdag. En weet je wat het mooie is? Erik, weet jij wat het mooiste is? Nee, hij weet het niet. Maar het mooie is dat het op dit moment nog droog is. En ik hoop dat dat de hele dag zo gaat blijven. Ik denk het niet. Dus als u ook nog hierheen komt, wat ik ze wel echt zeker zou doen hoor. Het Vondelpark is natuurlijk altijd het leukste om in de ochtend te zijn. Dan zou ik wel even een parapluutje meenemen. Heb ik ook bij me. Gaat u straks vast wel zien. Meneer, waar is het beste plekje? Geen idee. Dat wordt voor ons gezocht door de meiden. Dus daar gaan we achteraan. De meiden zijn al vooruit gerend. Ja, die zijn vooruit gerend. Veel plezier hè. Ho, pas op. Meneer met de bakfiets. Waar gaan we heen meneer? Een stukje het Vondelpark in. Ja, heeft u al een vast plekje? Als het goed is mijn dochter al vooruit. Oh, kijk, het werk is al gedaan. Ja, heel goed. En wij van AT5 zijn er natuurlijk de hele dag bij vandaag. U kunt genieten van heel Amsterdam, want we zijn niet alleen in het Vondelpark. We gaan naar de Jordaan toe, we gaan naar de NDSM-werf. We gaan naar Artis toe, we gaan festivalletjes pakken. Dus het wordt gewoon één grote gezelligheid hier bij AT5. En als u nou denkt, nou, het gaat straks regenen. Ik heb er helemaal geen zin in. Ik blijf lekker binnen zitten. Dan zeg ik, kijk gewoon naar AT5. Want dan kunt u de hele dag meepakken. Eens even kijken. Dan gaan we... Nee, ik ga u niet interviewen. Ik ga die hond interviewen. Want die heeft... Mijn kind... Oh, ja, oké. Nou, welke kinderen dan? Ja, zo worden gewoon interviews geregeld. Hè? Als moeder roept, we moeten interviewen. Dan gaan wij gewoon interviewen. Ja, interesseert mij helemaal niet. Dag jongens, hoe gaat het? Goed. Ja, goed. Jullie hebben een mooi plekje uitgekozen. Ja. Was dit het allermooiste, beste, superste plekje van het hele Vondelpark? Ja, eigenlijk wel. Ja? Nou, dan kunnen jullie hartstikke trots zijn. Wat gaan jullie verkopen? Heel veel. Puzzels. Neem ons eens even mee. Wat hebben jullie allemaal in de tas zitten? Een puzzel. Een puzzel, oké. Okay. Laat eens even zien wat voor puzzel. Want nu zagen we de achterkant. Dat is natuurlijk niet verkopen. En een hele mooie puzzel. En wat nog meer? Wat nog meer? Noem het allemaal maar op. Ja, zo met lezen en rekenen kan je iets doen. Oh, dus we kunnen ook nog leren bij jullie. Ja. Nou, dan moet ik meteen naar school denken. Ik weet niet of dat zo leuk is. Maar goed, hey, dus als mensen nu thuis zitten te kijken naar AT5 en ze hebben een puzzeltje nodig, dan moeten ze bij jullie zijn. Ja. Oh, dat gaat even fout. Gaat het goed? Ja, dat gaat goed. Oké, dus waarom zijn jullie puzzels de beste puzzels? Waarom moeten die mensen die daar zitten te kijken, kijk, daar zitten de mensen. Zie je de mensen kijken? Ja. Zie je de mensen kijken? Kijk, waarom moeten die mensen jullie puzzels hebben? Omdat ze gewoon heel goed zijn. En daarmee basta. Nou, hartstikke. Dank jullie wel, jongens. Oh, meneer. U bent er vroeg bij. Mooie spulletjes? No, geen mooie spulletjes. Nou, dan is hij weer door. Hij had geen puzzel nodig, denk ik. Nou, dat kan natuurlijk ook, ja. Ik heb ook geen puzzel nodig. Oh, trouwens. Lieve kijkbuiskinderen. Ik ben natuurlijk niet alleen vandaag in het Vondelpark. Ik heb Erik Krans meegenomen, dat is mijn cameraman, die kan u niet zien. Maar kijk eens wie we hier hebben. Dit is mijn lieftallige assistente, Juna Cronin. Juna, hebben we er zin in vandaag? Zeker, ja, absoluut. Jij gaat ook allemaal spelletjes doen, hoorde ik. Oh, nou, ik denk het niet hoor. Nou, ik ga in ieder geval geen eieren op mijn gezicht. Nou, dat zien we nog wel of dat gaat gebeuren. Nou ja, wij met z'n drieën nemen jullie vandaag mee het Vondelpark in. Waar het weer één grote gezelligheid gaat worden. Kijk, dit vind ik slim. Deze mensen hebben gedacht aan de regen. Ja, jij hebt gedacht aan de regen, of niet? Ja. Best wel slim. Wat gaan jullie... Oh, dat is jongen van het... Wat heeft... Kan u... Erik, kijk eens wie daar staat. Ja, straks maar langskomen. Wat kunnen uw zoontje mooi zingen? Ja, klopt.
Dat wordt gewoon een miljoenenhit zo. Ja, ik hoop het. Worden er vandaag al miljoenen verdiend, denkt u? Ja, vorig jaar behoorlijk wat geld, dus... Wat dan? Bijna 500 euro. Bijna 500 euro? Alleen met zingen? Ja. Wat is jouw naam? Jaden. Jaden, kijk, die gaan we even noteren, want over 10 jaar dan gaat hij miljoenen verdienen. Ja, bij de Voice of Holland. En bij AT5 was hij als eerste. U heeft het hier gezien, hè? Hey, veel plezier, hè? Doei, doei. En het Vondelpark is natuurlijk niet alleen maar spulletjes verkopen, zingen hebben we al gehoord. Maar ik zie hier al het eerste spelletje opgebouwd worden. Ja. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Wat kunnen de kijkbuismensen hier daar en al die mensen hier in het Vondelpark lopen bij jullie komen doen? Een spel en dan moet je aan elke kant moet je, verschillende kleuren hebben. En dan moet je dat in 3 minuten... En als je wint, dan krijg je 10 euro. 10 euro? Ja. Dat vind ik een beste prijs. Ja. Als mensen dit nou heel makkelijk vinden, dan worden jullie gewoon heel arm vandaag. Ja, maar... Of is de inlegprijs 50 euro? Nee, het is 1 euro. Dus. Oh, 1 euro. Nou oké, nou ik zeg, ga lekker opbouwen. Ja. En dan zie ik jullie straks misschien nog wel. Ja. Ik ga die 10 euro winnen, dat weet ik wel. Ja. Die denken ook, die jongen is niet goed. Nou, klopt ook. Kijk. En ik krijg elk jaar het geintje natuurlijk. Hey, heb jij je haren weer oranje geverfd? Heb ik niet speciaal voor Koningsdag gedaan, zo ben ik geboren. Maar kijk, deze man doet het wel. Goedemorgen. Kijk, goedemorgen. Wij hebben dezelfde haarkleur ondertussen. Ja, goed zo, hè? Ja, goed. En ik zag uw zoontje ook. Kom er eens bij, jongen. Hoi, Sil. Hoi, ik ben Jaco. Oh, dag Jaco. Kan je bij mij ook wat oranje erop spuiten? Want ik heb nog wat nodig. Ja. Hoeveel kost dat? 25 cent. Oh, dat heb ik niet. Dat is mij te duur. Nee, geintje. Ja, heb ik wel, hoor. Kom maar. Ja. Is het oranje nu? Ja. Weet jullie het zeker? Ik weet... Ja, ik zie het. Ja, is het ja. Oranje? Oké, nou top. Dan lijken we nu een beetje op elkaar, vinden jullie? Ja. Oh, heel goed. En gaan jullie ook nog spulletjes verkopen? Ja, zeker. Ja? En wat gaan jullie allemaal verkopen dan? Meestal allemaal kleine kinderspullen. Ja. Maar ook nog wat dingen voor wat oudere kinderen. Oh. Ja, dus als je kan blikken gooien, dan hebben we een grabbelton met prijsjes. Daar kan je uit grabbelen of je mag er één uitkiezen die je mooi vindt. Oh, dus het wordt er één groot feest bij jullie hier? Ja, zeker. Nou, dan kom ik misschien straks nog wel even een balletje gooien. Oké. Okay. Nou, tot straks. High five, ja. Tik hem aan, dankjewel. Doei, doei. Doeg. Nou, en met oranje haren kunnen we natuurlijk de hele dag door. Nu is het echt Koningsdag, nu hoor ik er ook een beetje bij. Meneer, gaat het goed? Hij gaat uitstekend. Nou, kijk, toppie. Het gaat uitstekend. Wat ook uitstekend ging, dat was vannacht, Koningsnacht. Ik hoorde die man net al, die had een beetje last van zijn stem. Maar ja, die heeft natuurlijk gewoon de hele nacht lopen feesten. En onze presentatrice Kirsten, of tenminste een verslaggever, die was er in ieder geval ook bij. Ik zie u zo meteen weer in het Vondelpark. Ik ga nog even wat spulletjes zoeken.